Eva. Schatje, je bent zo blij uit te zien. Ik verlang al de hele ochtend naar je. Ja, ik ga het meteen zeggen. Ik wil ermee stoppen. Wat? Tineke en ik hebben alles besproken over ons. Ze weet alles. Ik hou ontzettend van je. En dat zal ik ook altijd blijven doen. Hoe kan je het nou zo opeens uitmaken? Na alles wat wij hebben meegemaakt. Jij bent van mij. Ik ben van jou. Wat moet ik dan? Jij kan dit aan, Eva. Jij bent een hele sterke vrouw. En dan nog iets. Tineke en ik willen je graag bedanken. Omdat jij onze relatie weer op het spoor hebt gezet. Want we horen echt bij elkaar, Eva. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Daarom snap ik ook niet dat jij dit nu zo doet. Nee, ik bedoel Tineke en ik. Bekijk het positief. Jij kan je leven weer op de rails zetten. Kinderen nemen, daar had je het altijd over. Dat wou je toch zo graag? Maar ik ben nu toch op een leeftijd dat het helemaal niet meer gaat. Ja, maar hoe dan ook. Ik wil je heel graag bedanken voor alles wat je voor mij betekend hebt. Al die dingen die wij samen deden, die doe ik nou met Tineke. Dus, oh wacht. Dat zou je er hebben. Ja hoor, Tineke. Schat, ik zet je meteen even op de speaker, ja? Ze wil iets tegen je zeggen. Nee, nee. Ze wil je bedanken. Hallo, Eva. Eva, ik wil je alleen maar even laten weten dat ik totaal niet rancuneus ben, of wat dan ook. Jij bent, en daar hebben Frits en ik het ook over gehad, de reden dat wij nog steeds bij elkaar zijn. Jij bent echt heel waardevol geweest voor onze relatie. En ja, daar willen Frits en ik je voor bedanken. Frits, geef jij het nu? Ja. Goed, schat. Oké, lieverd. Ik bel je nog. Kus. Ja, dat vind ik nou lullig. Wat? Ja, Tineke en ik hadden afgesproken dat ik een hele mooie bos bloemen voor je zou kopen. Maar dat is er vanmorgen niet van gekomen. Dus, geef ik je dit. Dan kan je het lekker zelf uitzoeken. Maar wel een mooie bos, hè? Wat is er? Ja, nou heb ik toch het gevoel dat ik Tineke op de een of andere manier belazerd heb. Met die bloemen. Dat ik ze niet heb, maar wel zeg dat ik ze heb.